Ja, we hebben de uitzending gehad over de hoeden van mijn zusje Anna. En ik heb er nog steeds eentje op, de Sydney Cap. En nou gaan we eventjes wat kunstwerken van mij laten zien. Die ik in de loop van de afgelopen 20 jaar heb gebeeldhouwd. Ik heb in mijn leven 25 jaar geschilderd. En er staan een 1000-tal schilderijen boven. En toen ik die galerie had in Bokstel, toen kwamen er regelmatig mensen bij mij exposeren met beelden. En toen dacht ik, dat ga ik ook eens eventjes doen. Ik heb opleidingen gedaan in Griekenland en in Frankrijk en in Italië in de Carrara groeven. En ik vind het heel fijn om tussen mijn eigen werk te zitten. Als het licht doorschijnt, dan worden ze allemaal nog transparanter. Dus jammer dat de zon nou niet schijnt, maar de transparantie van het albast, dat is voor mij een toppunt, dat het zo ontzettend mooi doorschijnt, het licht doorlaat. Dit is een blauwe albast. Het blauwe stuk is heel hard. En we hebben bij de vorige uitzending bij Wing uit Liemde, hebben wij gezien hoe zij aan het kappen was. Dus dat hoef ik allemaal niet meer voor te doen. En op dezelfde manier zijn deze beelden dus ontstaan, gekapt in het grove gesteente, daarna veilen en daarna polijsten. Dit zijn albasten, dit is een rode albast, die zie je bijna nooit. Ik kom bijna nooit voor, maar de transparantie is gewoon prachtig. Dit is een beeld, daar heb ik een prijs mee gewonnen. Dat is de kracht van de zwaartekracht. Want dat beeld is zonder sokkel niks. En de sokkel zonder beeld is ook niks. Dus dat hangt over de sokkel heen. En dat, je ziet ook dat ik veel met lichamen werk. Het vrouwelijke lichaam. En ik heb ook ooit een paar mannen gemaakt. Maar de vrouwelijke rondingen zijn toch interessant om te maken. Dit beeldje, bijvoorbeeld, daar heb ik 14 dagen van 's morgens 8 tot 's avonds 6 aan gewerkt. Eerst veel studie gedaan over de anatomie. En daarna van klei gemaakt. En daarna heel voorzichtig gebeeldhouwd. En je ziet hier ook de ribben, het ribbenkastje en de sleutelbenen. En de Venusheuvel. Een heel mooi beeldje vind ik zelf. Dit is een groene speksteen, vrij zacht, ook heel fijn om in te werken. Ik heb hier een bruine albast en die heb ik zo dun gemaakt dat je er mijn hand doorheen kunt zien. Nou, deze is heel moeilijk, want als je iets of wat te hard tikt, dan breekt die gewoon. Je kunt nooit de baas worden over de steen, want wil die hier barsten, dan barst die. En je zit in materiaal te werken van miljoenen jaren oud. En om daar dan iets heel moois van te maken is natuurlijk wel heel prachtig. Ik heb hier een beeld staan. Dit zijn vleugels van blauwe albast. Die heeft mijn zusje in een marmeren voet gezet. En mijn partner, Ad Kooijmans, die zou met mij samen een kunstwerk maken wat op elkaar geïnspireerd is of was. En ik had deze vleugels gemaakt en hij zou hier een prachtig schilderij bij schilderen. Maar toen werd hij ziek, ongeneeslijk ziek. En toen zei hij, ik kan geen mooi schilderij schilderen. Ik ben vleugellam. Dus om te kunnen vliegen heb je twee vleugels nodig en hij voelde zich vleugellam. Hij was ook kwaad en heel boos en toen heeft hij dit doek kapot gesneden. Pure onmacht. Daarboven is een zilveren vierkantje, dat is een schilderijtje en dat was de hoop. Hij heeft er 3 weken voordat hij stierf altijd hoop gehad. En dit stond in een expositieruimte en er was een altaar. Het komt hier niet zo mooi tot z'n recht, omdat er zoveel andere spullen omheen staan. Maar dit is wel een heel sereen stuk bij elkaar.
Dit is een blauwe albast. Die heb ik hol gemaakt aan de binnenkant. Ook keihard. Sommige mensen zeggen een sluiervis, andere mensen zeggen weer een slak. Dit is een schaal van albast. Daar ligt de viool van Atin. Dit is een schilderij van mij, wat ik in die tijd ooit geschilderd heb. En omdat ik zoveel lichamen heb getekend en geschilderd, kan ik natuurlijk profijt trekken door beelden te maken met vrouwenlichamen. Want de anatomie heb je op deze manier wel heel erg bestudeerd. En dit is een buikje en daar zit een embryo in, gebeeldhouwd. En toen ik dit aan het polijsten was, toen kwam er een witte bloem uit de steen tevoorschijn. Er zijn altijd cadeautjes, wat er dan in de steen zit en door het polijsten komt er dan uit. Kijk, hier zitten die bloemblaadjes en hier zit die embryo. En dit is dan de navelstreng. Aha, die zit er dan ook toevallig in, die kleur. Is mooi, hè? Ja. Dit is gewoon een lekkere kont. En die heb ik nog eentje gemaakt. En er is een tijd geweest dat ik die beelden dus allemaal kon dragen. We praten over 40, 50 kilo. Maar die kracht die heb ik niet meer dat ik het kan dragen. Hier is nog een mooie billetjes. Hier heeft mijn dochter model voor gestaan. En door dit hoogglans te polijsten heeft het natuurlijk een aparte uitstraling. En heel veel mensen zijn ook geneigd om er zo even lekker te voelen. Dan heb ik hier in de hal. Oh, dit is ook wel een heel leuk ding. Dit is een tempeltje van Indiase speksteen. En daar heeft mijn zusje een speciaal sokkeltje bij gelast. In de vorm van het tempeltje. Mijn zusje Lia, die heeft ook een mooi tafeltje gelast. Kom maar eens kijken. Ja. Dit is 1 en 1 is 3. De suggestie is dus dat dit hier uitkomt, maar dat is dus niet het geval. En dit is een ei, dat zou hier weer in hebben kunnen passen. En daar heeft mijn zus Lia een speciaal tafeltje voor gemaakt. Dat het een heel samengesteld object wordt. Dus 1 en 1 is 3. Hier hangt nog een werkje van mijn partner, Ad Kooijmans. En dat is eigenlijk wel heel leuk om te zeggen. Dit is een doorgeefluik van de gevangenis. Of van een isoleercel. En daar heeft hij een spiegel in gemaakt. En het wordt carpe diem. Met een bladgouden eikenblad. Carpe diem. En daar hing dus dit naast. En dat is memento mori. Gedenk de stervende. Dus carpe diem is pluk de dag. Dat moet ik nou ophangen. Oké. Okay. Even kijken. Hier hangt nog een werk van mijn zus Ina. En Ina werkt heel veel met spiegels en koper. En daar gaan wij nou naartoe. Naar Ina. Ja? Dus, wij zijn zo bij u terug. Tot zo. Dit is, dat wil ik jullie toch nog wel eventjes laten zien. Dit is mijn broer Nout en die heeft een boekje geschreven speciaal voor de trekzakkers, want hij is trekzakbouwer. En een van zijn trekzakjes heb ik hier in mijn hand. En ik zal wel even een deuntje speulen als je dat leuk vindt. Ga ik even bij zitten. Thank you.
speelde ook samen met mijn partner Ad. En hij speelde basklarinet en ik een klein trekseksje. En dat was altijd een hele mooie combinatie. En als het goed is, dan staat de muziek straks onder de film. Een stukje ervan in ieder geval. Ja? Dit wil ik jullie toch niet onthouden, om dat even te laten zien. Puur handwerk, helemaal met de hand gemaakt. En erg groot vakmanschap, mag ik wel zeggen. Ik ben ook heel trots op mijn broer en dat ik zo'n mooi trekseks heb. Ik speel pas een paar jaar, dus ik kan het eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Maar het is wel erg leuke muziek. Ja? Dan gaan we nou naar Elzina.